Ik ben Robin. Ik ben sinds kort begonnen met vloggen. Ik ga jullie meenemen in mijn leven, zodat jullie mij beter kunnen leren kennen. Ik ben erg benieuwd hoe jullie dat gaan vinden en hoe dat ik dat zelf ga ervaren. Heel de tijd met een camera rondlopen en in de camera praten waar andere mensen bij zijn. Daar moet ik echt nog heel erg aan wennen. Vind ik echt heel awkward op het begin, maar dat maakt ook verder niet uit. Komt vast wel goed. Ik heb al een aantal vrienden gehad die zeiden van, hey, waarom ga je niet gewoon vloggen? En dan dacht ik, ja, dat is toen niks voor mij. Maar uiteindelijk ben ik nou even gaan doen op mijn telefoon en toen vond ik het echt wel heel leuk. Dus nu heb ik een camera aangeschaft en ik dacht, weet je, fuck it, we gaan het gewoon doen. Nieuwe jaar in, dus waarom niet? Vanwege corona ben ik het ook een beetje gaan doen, omdat ik me nogal niet per se verveelde, maar iets nieuws is nooit erg. Als hobby doe ik sneakers customizen. Vind ik ook heel leuk om te doen. Dat wil ik jullie ook echt laten zien, hoe ik dat ga doen. En daar, ja, word ik altijd heel ontspannen van, dat vind ik heel leuk. En ik ga met jullie de leuke momenten delen, maar ook de minder leuke momenten, want die hebben we helaas ook. Die heeft iedereen wel in zijn leven, denk ik. En het is niet erg om dat te delen. Dus veel kijkplezier. Goedemorgen. Wil je eigenlijk even niet meer gefilmd of zo? Ik had er niet zoveel zin in. En ik had ook eigenlijk niet echt veel buren om te filmen. Niet dat ik dat vandaag per se wel heb, maar wil je. Ik ben nu onderweg naar Speedy. Het is aan het regenen, dus als het regent kan ik helaas niet in de buitenbak. Ja, het kan wel, maar die is helemaal doorweekt. Meestal is je dan dicht. Ik heb mijn make-up niet gedaan en ik heb mijn haar nog niet gedaan, want mijn haar heeft eigenlijk echt totaal geen zin als ik door de regen moet lopen of als ik een cap op moet. Want dan is het gewoon niks meer. Ik ga vanmiddag naar Amsterdam, naar de broer van Ramiro en zijn vriend. Die wonen daar en die hebben een bureau van ons overgenomen, dus die gaan we ook brengen. Gaan we daar gezellig eten en zo. Nou, ik ben nu onderweg naar huis. Gelinde was ook op stal, dus al gezellig. Dus heb ik even lekker mee gekletst en ik heb even een half uurtje met Speed gestapt. Ik heb mijn make-up even al gedaan, want Mier die ging douchen. We zijn nu onderweg naar Amsterdam, we hebben eventjes het bureau ingeladen. En het zit nou helemaal fully packed, want Noor die zit nu achter me in plaats van in de achterbak. Dus we gaan nou rijden. Eilanden. Zeeland. Gordion. Ja, oh, 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 oh. Goedemorgen. Ik ga nou even naar stal. Ik heb net ontbeten. En dan ga ik daarna gaan we wandelen met Max en Bente in het bos. Dan gaan we even boodschappen doen en dan moet ik even snacks maken voor vanavond. Hallo jongen. Ja, hè?
Nou, Spiet en ik zijn klaar voor. Ga lekker rijden. Volgens mij is er niemand in de bak, dus dat is wel lekker. We mogen nou weer in zijn eigen stal, dus dat is heel chill. Lekker overdekt. Spiet is ook blij. Nou, we zitten nu in de auto naar huis. Of in ieder geval, we gaan nu naar huis. Iedereen is zo negatief op stal. Ik word helemaal moe van. Ik kan dat echt niet handelen. We hebben net boodschappen gedaan en we gaan nu eventjes naar de Trumfie. Dan gaan we even de auto wassen en een broodje eten, want we hebben eigenlijk al honger. Ga jij de auto wassen? Ik ga de auto wassen, ja. En dan ga ik broodje halen. Ga jij broodje halen. Oké, top. Echt blij mee met die auto. What the fuck? Wat moet ik hier nou weer mee? Fucking rijk. Ja, maar hij is wel vers. Ja. Yeah. Uit het frituur. Ja. Yeah. Dat is toch lekker? Ik heb een broodje carpaccio. Mie heeft een broodje kroket, maar die had verwacht dat er twee op zaten. Heb ik ook gezegd, maar dat hebben ze dan niet gedaan. En dan gaan we zo meteen even stofzuigen. Want dat is ook echt wel nodig. Ik hoop dat die vlek vrij opdroogt. Ja, zo ziet het er niet uit. Mooi. Noor vindt het ook heel spannend. Hé, ja, Noor? Ja, het is al niet respectvol dat je met iemand slaapt, hè? Toch? Nee, maar ja, als ze blijkbaar niet meer gelukkig is met Sonny en Ricky dan leuk vindt, dan mag ze dat toch gewoon... Zou jij dat ook doen dan? Weet ik veel. Zou jij ook doen als jij een relatie hebt met mij en vindt iemand. Als jij zo'n psycho bent als die Sonny, dan dacht ik sowieso. Ja, maar ik ben niet zo'n psycho. Nee, dat klopt. Maar wij hebben het toch ook niet over onze relatie. Tot 10. Het zal echt wel jammer zijn dat zijn baard gescheept. Daar wel stuk zal lopen. Dat ze wel iemand tegenkomt en met ze wel op praat in plaats van ik. Oh ja. Zijn zo'n licht ingesproken. En een boodschap. Oh nee. Ja, die moeten we hier gewoon laten zien. Maar dat is niet echt net, dat vind ik niet netjes. Hoe zij het nu doet. Nee! Maar hij doet net omdat hij een psycholoog is. Misschien heeft hij dat ook wel gedaan, hè? Ja. Misschien heeft hij dat ook echt gedaan. Ja. Oh, ik vind het echt zielig. Oké, nou, wij gaan dus nu naar Michelle en Louise en dan gaan we Oud en Nieuw vieren. Zijn iets in de stress, want we moesten allemaal dingen doen en dat zijn we natuurlijk weer vergeten te doen. Ik was mijn video aan het editen en dat ging echt wel lekker, dus dan wil ik eigenlijk niet stoppen, want dan gaat het net goed. En toen was het ineens al 7:15 en ik moest nog zalmwraps maken, ik moest nog iets halen uit de berging. En de berging is echt een tyfusbende. Ik moest nog allemaal spullen pakken om mee te nemen, dus ik had echt helemaal van oh shit. Maar het is gelukt, dus we moeten nu nog even boodschappen doen, want we gaan een oudjaarslot halen, dus ik hoop dat we winnen. En we hebben daar rond 8:00 afgesproken, maar we zijn nooit op tijd, dus dat is niet erg. Robin, niet tegen de tv ofzo, hè? Ik vind het echt iets voor jou. Hoezo? Ik hou gewoon van. Ja, zeker. Het is 21. Oh. 13. 12. 11. 10. Waar gaat dan? 9. Ik hou hem tegen, maar. 8. 7. 6. 4, 3, 2, 1, Happy New Year! Kijk, hier is het niet zo gedaan, man. Heb je het gemist? Het is echt weinig nou, hè. Goedemorgen. Het is vandaag 1 januari. Het was gisteren heel gezellig bij Michelle en Louise. Dus ik ga nu even naar de stal. Die is tot 2:00 open. Het is nu 1:15. Dus ik hoop dat ik überhaupt nog wat kan doen. Of dat het gewoon echt heel druk is. Ik hoop het niet.
Maar ik denk het wel, want iedereen slaapt vandaag uit natuurlijk. Ik wil eigenlijk even longeren. Nou, we gaan nou even naar het bos, want het is heel lekker weer. En daarna gaan we eigenlijk niks doen. Ze zijn allebei echt heel moe. Dus even wat drinken en dan gaan we. Het is echt lekker weer, het zonnetje schijnt, maar het zal wel super druk zijn. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die naar het bos gaan. Het is wel lekker, Amir. Toch? Morgen. Vandaag gaan wij het washoek legen, want het is echt een tyfusbende. Verder gaan we eigenlijk niet zoveel doen. Dus ja, dat ga ik laten zien. That's it. Ik ben net klaar. Het ging eigenlijk best wel snel. Sneller dan ik had verwacht. Miri is de berging aan het doen. Want het is niet zo handig om allebei in zo'n klein hokje te gaan staan. Dit was op zich al prima. En dit is nu ook gewoon allemaal weer netjes. Ik heb zelfs heel veel ruimte over. Dus dat is heel fijn.
Goedemorgen. Het is nu zondag. Nu ga ik lekker naar Spiri, ga ik even rijden. We zitten nu in de lift en dan gaan we naar mijn ouders toe. Even nog nieuwjaar wensen doen. Dat is wel leuk. Noor gaat even plassen. Nou, we zijn net terug van pap en mama. We hebben even Mac gehaald. En KFC, want Ramiro wil altijd KFC. Ik wil altijd Mac. Dus gaan we nou lekker eten en dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer.